Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is maandag en we beginnen de week hartstikke gezellig met de girls. Hey. Wat een sleepover. Kan je zien in de vorige week vlog, maar we hebben lekker broodjes, ei, bacon, heet. Heerlijk! Het is inmiddels alweer 4 uur en we hebben de hele dag aan onze school gezeten in ieder geval. Niet ik, niet heel veel. Wat? Gedaan alsof we aan school hebben gezeten. Oh, ja. Nou, jij hebt nog best wel goed aan school gezeten. Ja? Ik ben aan het vloggen. Ik heb echt ja, dat komt. En we gaan nu lekker, meiden blijven lekker eten. Ah! Ja. Kijk deze auto, geweldig. Ze hebben gewoon een oranje Fiat. Dit moeten we even showen hoor, want dit is echt... Ja, dit is niet love normaal. Deze color ja, gewoon. Dit is top. Dit is echt niet normaal. Oh. Maar goed, we gaan nu even boodschap halen en Sophie gaat de Zara pakket ophalen. Oh ja, dat is goed. Dat is het belangrijkste. Ja, daarvoor gaan we eigenlijk. We gaan lekker pastatje maken met burrata en oh ho ho. Helemaal serieus. Hey, was nog pijn op dit, hè? Ja. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb net lekker gesport en ik ga nu even douchen en dan gaan we zo meteen mijn nagels doen. Helemaal leuk, ik moet ook nog de weekvlog editen. Moet echt gebeuren. En vanmiddag ga ik lekker naar het strand, ga ik foto's maken voor samenwerking en dan gewoon even lekker lunchen en borrelen en chillen. Dus helemaal leuk! Leuke dag! Het is inmiddels 2 uur, ik ben de weekvlog aan het editen. En vanmiddag gaan we dus lekker naar het strand. Ik kan niet wachten, want ik zit hier echt binnen en ik kijk naar buiten en het is zo mooi weer. En dan word ik depressief. Ik vind mezelf echt zo niet mooi met een bril. Ik krijg alleen wel heel vaak de vraag waar de bril van is. Maar hij is van Gucci. Dus... Ja, het was niet een prijsje, maar ik ben er echt ontzettend, ontzettend blij mee. En hij zit goed, hij zit lekker, hij is stevig. Het is gewoon echt topding. En ik heb hem vooral nodig achter de computer en met het kijken van tv en voor het rijden in de nacht. Ook al doe ik hem dan nog nooit op. Wel echt achter de computer, want ik kan vooral echt heel erg met lezen en zo. Ik kan het gewoon niet lezen. Nou, leuk levensverhaal. Maar ik ga even snel doorwerken en rond 3 gaan we lekker naar het strand. Dus ik kan niet wachten daarop. Nou, ik ben opgemaakt. Outfitje aan. En we zijn lekker onderweg naar het strand. Yeah. Nou, we zitten lekker op het strand. We zitten nu bij dit strand. Lekker foto maken. Deze bikini en deze rok is ook allemaal van Pieces. Dit tasje ook. Kijk hoe leuk die is. Freaking love it. We zijn lekker. Ja. Ik zijn lekker rosé aan het zuipen, lekker pittig garnituur en lekker het genieten van de zon. Oh my god, we hebben zo lekker eten weer. We hebben een soort fish platter, mosselen, frietjes, helemaal shit. Ja, dan daarom niet. Geweldig. Ik heb lekker de weekvlog geëdit. Het is nu 11:30 en ik ga lekker sporten. Vanmiddag ga ik lekker varen met Stan, super gezellig. Ik heb er zin in en ik wil eigenlijk even op mijn scooter vanmiddag gaan. Alleen hij is zo vies. Echt, wat hel. Dus we gaan even kijken of ik dat nog eens wel maak. Of dat ik het dan toch met de auto ga. Ik weet het niet. Maar ik ga nu sporten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik kan even niet herinneren de laatste keer dat ik gisteren heb gevlogd. Het is echt super lang geleden volgens mij. Ik ben mijn camera vergeten toen ik ging varen met Stan. Dus ja, was lekker gevaren en was helemaal leuk. En ja, was echt lekker weer. En daarna hebben jullie bij mij even nog gegeten. En Pirates of the Caribbean gekeken. Dus ook niet heel bijzonder of zo. Dus ja, ik was mijn camera vergeten van mij in mijn sporttas. En dan gaat het helemaal fout. Nou, maar niet echt. Ik ga nu weer lekker sporten. Het is 8:30. Zo irritant. Het is 8:30, Anna komt er op het moment aan en dan gaan we lekker sporten. Zo, ik ben terug van sporten. Ik heb me eventjes een beetje opgemaakt. Leuk outfitje aan. En ik ga nu eindelijk weer een keer naar kantoor van mijn werk. Maar ik ben nu even tijdelijk gestopt met werken. Het is ook mijn eigen management, daar werk ik. Ook... alleen ben ik gestopt door scriptie en de zomer en zo. Dus in
na het nieuwe schooljaar ga ik daar zeg maar weer werken. 2 dagen in de week, helemaal leuk. Dus ik ga eindelijk de meiden weer zien. En we gaan volgende week ook met elkaar naar Barcelona. Dus, helemaal zin in. Can't wait. Maar het is echt vet mooi weer. Dus ik ga spullen pakken en dan ga ik de auto in. Nou, ik heb gewoon helemaal niet gevlogd vandaag. Maar ik had die meiden zo lang niet gezien. En even bijgeklet. Dus, en gewerkt aan mijn stageverslag. Dus... helemaal niks bijzonders gedaan. Maar ik ga nu wel gezellig eten bij Anne. Want Anne is ook alleen. Zij past 3 weken op een huis. Ik zit brood. Ze past 3 weken op een huis. Met een hond en zo. Dus fucking chill. Dus daar ga ik nu heen. Ik ga even een trui aan doen. Want ik ben ineens top helemaal zat. Wel heel leuk is die. Deze pet zat ik eronder. Maar goed. Ik ga even naar Anne. Gezellig eten. Ga lekker wraps eten met kip. Helemaal chill. Nou, ik ben lekker bij Annie. En we gaan lekker wraps eten. En we hebben zoveel lekkere dingen. Ja, dit is zo... ik weet nu alweer dat het niet allemaal niet gaat passen. Nee joh, alles, we laten alles over. Slaat er helemaal nergens op dit. Maar we hebben lekker tomaat, wraps. Minder ik heb, dan dit kan je hoeveel maken? Wraps ik heb gegeten. Maar het is gewoon makkelijk. Maar, en het is ook niet heel slecht, toch? Nee. En het is gewoon makkelijk. Nou, love it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer vrijdag. Het is 10 uur. Ik heb lekker gesport. Ik heb me even omgekleed, opgemaakt, gedoucht, alles. En mijn nicht komt er zo meteen heen. Want ze heeft vandaag een bruiloft van een vriendin. En ze had gevraagd of ik haar wilde opmaken. Dus dat ga ik gezellig doen. Helemaal leuk. En daarna ga ik even shoppen met Sophie, Anne en Nina. Want ja, dat gaan we doen voor Bode 21 dinner. Bo heeft 's morgen alweer de 21 dinner. En ja, vet leuk. Dus we gaan even. Ze heeft het thema Mamma Mia dus. En we willen echt gewoon helemaal leuke outfitjes. Dus dan gaan we lekker shoppen. Helemaal leuk. En het is helemaal kut. Want ik had er een cadeautje voor haar besteld. Maar hij is gewoon nog niet binnen. Ik haat het. En ik had echt vorige week zaterdag besteld. Nou, ik ben even een lunchje aan elkaar aan het flansen. Nou, een soort ontbijt lunch. Ik dacht, ik film het even. Ik heb van die romaine sla krop. Zo'n blad. Tomaat. Zuivelspret nog. Feta, jalapeno en een avocado. Hoe? Simpel. En ik ga even testen of het lekker is, want dat weet ik nog niet. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het gewoon een soort salade taco is of zo. Het is gewoon een hele frisse taco. Heel goed. Je kan natuurlijk ook met vleeswaren erin doen. Maar ik heb dat even niet in huis. Nou, dit is top. Dit is top. Love die jalapeno's ook. Living for it. Oké, ik heb even een jasje aangetrokken. En ik heb dit mega leuke tasje erbij. Van Weekday. Die heb ik nieuw. Hoe leuk. Ik had ook van Mooi PR. Dit fucking geweldige Bondi Sands Self Tanning pakket binnengekregen. Er zitten dus tanning foam, light, medium, dark en ultra dark. Een self-tanning face mist en een self-tanning foam. Dit is dus binnen een uur zichtbaar. Nou, ik ga het even lekker uitproberen. Want morgen heb ik dus 21 dinner. En wil ik het natuurlijk wel lekker kleurtje hebben. Dus dat ga ik morgen even uitproberen. Ik ga nu lekker naar Hoofddorp of naar Amstelveen, dat weet ik niet. Nina, Anne, Sophie. En Anne, Nina en Sophie. Dat was het. En dan gaan we even een leuk outfit shoppen. We hebben echt het mooiste item. Nu wel 39. Ja. Ja, dit wordt de... Hans heeft echt motorleuke. Dit wordt gewoon echt mijn enige aankoop. Oh nee, deze. Is lekker ook. Ja, deze is erin. Oh, laat jij eens even zien wat je mooi hebt. Deze. Ja. Deze is heel de shit. Deze. Zwarte hakken, witte hakken. En die, wat heb jij? Ja, die. Anders dat was het. Moet je wel wat zeggen? Ik dacht het is foto. Hé, maar zijn er wel zwart bij jou aan de onderkant? Ja, maar dat worden ze toch. Ja. Ja, ik ga hier rijden.
Oké, ik ben thuis. Ik ga even laten zien wat ik heb geshopt. Oké, eerst bij de Primark. Dat sloeg helemaal nergens op. We waren in een fucking melige bui. En toen zagen we deze dingen al. En toen dachten we echt fucking YOLO, we gaan het kopen. We hebben allemaal een andere kleur. Ik heb dus oranje. Dat is ook groen, geel, roze. Dacht, dit, het loopt zo lekker, want dit is dus heel zacht. Dit deukt helemaal zo in. Dus ja, het ziet er niet uit, maar we waren fucking melige bui. En dachten, YOLO, we kopen het gewoon. Dan heb ik dit kammetje voor mijn haar. Dan kan je dus je haar mee toeperen of juist heel strak trekken. Dan met Zaar heb ik deze super leuke cropped blazer voor morgen, dus voor 21 dinner. Even kijken alleen wat erbij gaat passen, maar love this. Dan kan je het zo om je heen knopen en zo, heel leuk. En ik heb een witte body, alleen ik heb hem dus al kapot getrokken, zo kut. Maar hij was maar in de sale, hij was maar 12 euro. Maar ik was hem aan het passen en toen trok ik zo'n touwtje kapot. Maar toen kwam ik er dus achter dat je dat gewoon eraan kan binden. Dus als ik misschien zo'n nieuw dingetje eraan doe, dan kan het wel. En anders kan je hem ook gewoon, dus gewoon zo los als body aandoen. Ook echt heel mooi. En ik heb een lekker luchtje gekocht. Die zijn altijd chill. Kan je lekker elke tasje meenemen. Ruikt fucking lekker dus. Helemaal chill. Ik heb de gold. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zaterdag. Ik heb echt het gevoel dat ik echt vet weinig heb gevlogd of zo deze week. Maar deze week is heel apart gegaan of zo. Ik heb gewoon niet heel erg de behoefte gehad om te vloggen. En ik zit zelf super goed in mijn vel. Maar er waren gewoon privé wat dingetjes aan de hand. Ja. Waardoor ik gewoon veel meer in mijn hoofd daarbij was. En daar heb ik gewoon weinig de vlogcamera gepakt. Terwijl ik op zich wel leuke dingen heb gedaan. Gisteren was ik gezellig aan het eten met Bo. En hebben we sushi gegeten. Zijn er naar meiden gezellig gaan wijnen. Dus echt super leuk. Maar ik was gewoon echt niet bij mijn kop om te vloggen. En ik heb gewoon zo'n leuk gesprek gehad met Bo. En ik zie er al gewoon zo weinig. Ja, we hadden lekker over Curaçao gehad. En iets wel gaan opzoeken en zo. Dus nou, helemaal leuk. In ieder geval, ik ga nu lekker sporten. Echt super goed voor mezelf. Ik ga even cardiootje doen. Misschien wat buikspieren. Dus ja. Ik ga dat even doen. En vandaag de 21 dinner van de andere Bo. De andere Bo. Ik heb twee Bo's. Andere Bo. Dus helemaal leuk. Ik ben terug van sporten. En ik had nog wat sushi over gisteren. Dus ik dacht, dat ga je lekker opeten. Niet heel veel. Een beetje sashimi. Een paar sushietjes. Dus ik dacht, ik ga zo'n mini mukbangetje doen. Dat vinden jullie altijd leuk volgens mij. Dus ik ga het even klaarzetten en dan ga ik lekker sushietjes eten. Het is echt bijna niks meer, maar het is vooral zalm. Een zalm, zalmigiri, een spicy chicken, een spicy tuna, zalm sashimi, zalmigiri en een geflambeerde zalm. I love salmon, dus daar leg ik hem helemaal goed uit. Ik neem even een naar die pierretje en dan kom ik zo weer terug. Ik heb zo'n honger. Ik hou echt van wasabi. Echt, op het moment dat je sushi eet, is het vol. Dan kan je echt geen sushi meer zien. Maar de volgende dag ben ik altijd zo blij dat ik het gewoon over heb. Dan ben ik echt, ik ga het weggooien. Maar de volgende dag heb je er altijd weer zin in. Dat is zo top. Het komt trouwens van Sky Asia. Dat is ook echt een top tent. Oké, het is een tijdje later. Ik heb even gedoucht en een beetje zelftan opgedaan voor vanavond. Want ja, dat is wel belangrijk. En ik ga nu even de sushietjes opeten. Ik wil wat jullie zo leuk zien. Ik heb die zelftan uitgeprobeerd nu. Die van Bondi Sands. Die ik dus gisteren of eergisteren heb binnengekregen. Volgens mij gisteren liet zien. Helemaal chill, dus ik ben echt benieuwd. Je moet het opdoen en dan binnen een uur ongeveer eraf wassen. Ik ben net onder de douche geweest voor niks, maar oké. Zo lekker als ik dacht na. Nou, het is lekker op dit moment zelf hoor, maar ik bedoel dat je dan gewoon even een paar hapjes hebt. I love it. Zalm sashimi is ook echt een van mijn grote favorieten. Ik snijd dat altijd in stukjes, want ik ga niet zo'n heel zo'n lap vis in mijn bek doen.
Ik kan niet wachten op de 21 dinner van vanavond. Ik vind 21 dinners zo fucking leuk. En gewoon vooral mijn vriendinnen en zo. Nou, I love it. Ik ben blij van sushi. Voor mijn gevoel had ik het lang niet op, maar dat is waarschijnlijk echt niet waar. Want ik eet het bijna elke week wel. Ja. Bijna wel. Ik had van de week bijvoorbeeld op het strand nog op. Maar dat is dan niet echt dat ik sushi ga eten, maar dat ik wel iets van sushi eet. Nou, het is gewoon zo lekker. Hoe kan je dit niet lusten? Daar snap ik echt niks van. Ik geloof het ook niet. Maar dat je zalm en tonijn of zo niet lust, echt die vis, dat snap ik wel. Maar iets met kip en allemaal saus erop, ja, dat is toch geweldig. Dus iedereen zal het wel. Let me know in de comments als jij niet van sushi houdt, want dan mag je mijn video's niet meer kijken. Nee. Grapje. Ik ga weer de flamed. Die vind ik ook een van de lekkerste. Geflambeerde zalm. Maar dit is dus van Sky Asia. En ik weet niet of dat door heel Nederland zit, zeg maar. Volgens mij is het gewoon één vestiging. En het is zo lekker. Oh, het is echt. Ik heb nog nooit zo lekker sushi, afval sushi gehad als daar. Love it. Oh my god, oh my god. Waarom ben ik er zo blij van? Het is echt niet gezond. Ik ga zo meteen even mijn spullen pakken. En dan gaan we bij Anne opmaken gezellig. Nu is helemaal leuk. Ik zie er nu nog niet uit. Ik ben bang dat die zonnebrand of nu dat die spraytan te donker wordt. Het hoort binnen een uur te werken dus. Ja. Nou, nu wil ik meer. Dit is nu veel te weinig. Nu wil ik nog 4 rollen. Liefst 5. Nee, set. Ik ga vanavond ook weer heerlijk lekker eten, dus ik moet echt niet klagen. Ik heb nog avocado liggen, ik moet echt even iets met avocado maken, maar ik weet niet wat. Avocado toast heb ik er ook weer geen zin in. No. No, no, no. Ik vind zalm sashimi lekkerder als tonijn sashimi. Het heeft gewoon die smaak, die zalm, het is... Ah. Geweldig. Nou, is er weer op. Helaas pindakaas. Nou, ik ga nog even meer naar vreten zoeken. Nou, ik ben helemaal ready. Oh, ik ben zo moker gemake-upt. Ja. Ik vind het echt niet normaal. Ik heb deze helemaal gewoon heel veel, maar ik vind het ook heel mooi. Oh. Mooie blauwe oogschaduw, outfitje. Helemaal zin in! Mijn met die haren. Nou, ik jongens. Alleen maar haar hiervan. Kijk hoe mooi de meid is. Woe! Kijk hoe mooi ze het versierd hebben. Het is gewoon niet normaal. Maar niet alleen. Nee, maar dit is echt bizar. Dit één. Robert Ducky. Housegemachte pita. Zo! Lekker! Met tjatjiki naar de rij. Ah. Lekker! Ja, dat was echt niet. Bijna voorbij. Jongen, hoe leuk heb je het gehad? Nou, niet normaal. Het was zo gezellig. Zo leuk. Zo gezellig met de meiden. En nu zijn er meer mensen gekomen, dus nu is het even een big party. Wordy, wordy. Deze go. Mensen weten in de vlog. Ga even zingen dan. Nou, jongens, het is alweer maandag. Ik had mijn camera in de auto van Nina laten liggen. Dus ja, ik was hem gewoon helemaal vergeten. En die heb ik net pas opgehaald. Dus ja, ik heb niet verder kunnen vloggen. Ik hoop dat jullie de week toch wel leuk vonden. 21 dinner was echt zo fucking gezellig. Love it. Dus ja, vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Abonneren, supporten, volgen op Instagram. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!